Oei, 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 moet je eens kijken. Oh, wat mooi. Hier gaan we straks een lekker gerecht mee maken. Welkom bij Welzijn TV, het programma waarin jouw welzijn van lichaam, ziel en geest centraal staat. Ik ben Sanna van Tets en ik sta weer in de mobiele keuken van Pieter Roksnoer. Hoi Pieter. Hoi Sanne. Alles oké? Okay? Alles oké. Okay. Wat gaan we doen vandaag? Wij gaan vandaag een maaltijd maken op een basis van een gekookte aardappel gemengd met een groentemelage van spergieboontjes, paprika, wat bleekselderie, wat wortel, wat ui. En voor de kleur gaan we er waarschijnlijk een beetje mais bij doen. En we gaan gebruiken een rundvlees. Mooie masala en kruiden. Ik zou zeggen, laten we beginnen. Wat is nou de toegevoegde waarde van precies deze groente, Pieter, aan dit gerecht? Nou, de toegevoegde waarde van deze groente is als volgt. Ze komen allemaal uit de moestuin. Het is vers van het erf. De aardappeltjes die we gebruiken zijn ook babyaardappeltjes, biologisch, die we dus met schil kunnen eten. Zoals we weten zit onder de schil altijd de meeste vitamines en de mineralen. Dus in dit geval hebben we gewoon een zeer voedzame, gezonde vitamineschotel. En we gaan beginnen met de aardappelen. Die duren natuurlijk het langste, dus laten we die als eerste eventjes op gaan zetten. We gaan beginnen met het schoonmaken van de groenten. Spergieboontjes. We kennen het verhaal, even de kop en kontjes eraf. De paprika's, ook hetzelfde als bij de spergieboontjes, gewoon even grof snijden. Paprika's zijn heel gezond, hè Pieter? Paprika's zijn zeer gezonde groenten. Het zijn vitaminegroenten, zon. Daar krijgen ze natuurlijk de vitamines van. Paprika groen is eigenlijk in principe nog een niet helemaal rijpe paprika. Dus die kan wat moeizamer verteren als andere paprika's. Maar voor de rest is het een perfecte groente. Ja. Ik heb nu de bleekselderie gepakt. De bovenste kop snijden we er vanaf. De groene bladeren die kunnen we gebruiken weer voor de soep. En het kontje snijden we er natuurlijk af. Ook de bleekselderie is hier biologisch, dus ook weer het zand dat erin zit. Dus die moeten we gewoon heel eventjes spoelen. Zo, uitje zit erbij. De aardappels die hebben we gekookt. Hebben ze afgegoten, even een beetje af laten koelen. Oké, de aardappels zijn klaar. Dus het wordt tijd om te gaan bakken. Sanne, zou ik voor jou de wok mogen alsjeblieft? Ja. En we gaan lekker bakken in de kokosolie. Kokosolie is een van de weinige vetsoorten die verhit kan worden tot 250 graden zonder te verbranden. Daarnaast bevat het ook nog eens heel veel voedingsstoffen zoals onder andere omega. Bij het bakken en braden verandert de chemische samenstelling van de oliemoleculen. Men spreekt dan over transvetten. Zo kan het komen dat die gezonde, meervoudig onverzadigde vetzuren bij het verhitten juist helemaal niet meer zo gezond zijn. Behalve verhitting speelt ook zuurstof hierbij een rol. Gezonde vetten die rijk zijn aan meervoudig onverzadigde vetzuren, zoals bijvoorbeeld olijfolie, oxideren sneller. Gebruik deze vetten alleen maar in koude bereiding. Verzadigde vetten zijn stabieler bij verhitting en oxideren minder snel. Kokosvet is rijk aan verzadigde vetten en daarom heel erg geschikt om in te bakken, braden en frituren. Oké, het is zover. We kunnen de groenten eraan gaan toevoegen. Ja, super Sanne, dankjewel. Alsjeblieft. Oké Sanne, nou gaan we met de verse kruiden beginnen. Ik wil graag van jou 5-6 takjes van elk soort. Ik heb daar basilicum staan, bieslook, peterselie en wat pepermunt. Dat ga ik eventjes heel snel in stukjes hakken, grof. Alles is gewassen en alles is uiteraard biologisch. En als laatste gaan we de aardappels toevoegen. Oké, het gerecht is klaar. Sanne, mag ik voor jou de bodem? Ja. Super, dankjewel. Zo, bordjes klaar om te smullen. Zo, kijk eens aan Sanne, alsjeblieft. Een smakelijk eten. Oh, lekker. Dankjewel. Nou, voor u ook, eet smakelijk thuis. En als u het nog eventjes wilt nalezen, het recept staat op wel-zijn.tv. Tot de volgende keer.